Hallo beste kijkers. Mijn meisje is 3 weken met vakantie, dus ik heb alle tijd om te gaan vissen en om mijn baard te laten staan. Ik laat even zien waar ik begin. De bedoeling was om hier te beginnen, in de hoop dat die snoek onderweg is naar de paaislootjes verderop. Maar zoals je ziet, er is helemaal niet te vissen. Nog steeds niet gemaaid. Nou, plan B dan maar. Ik heb een kilometertje afgevist en plan B heeft niet gewerkt. Het enige wat ik hier haak, dat zijn brasems die lekker op de bodem liggen te overwinteren. De Big Mama's zijn hier al voorbij, dat weet ik vrijwel zeker. Die zit al in de polder op plekken waar ik jammer genoeg niet bij kan, omdat het nog niet gemaaid is. Ja, zo wordt je seizoen aardig naar de knoppen geholpen. Ik ga terug. Op de terugweg gooi ik nog een paar keer in met een ander kleurtje. Maar ik denk niet dat het wat op gaat leveren. Ik moet door naar een andere stek. Nou, toch nog een leuke vis op de terugweg. Niet op die eerste shed gevangen, want die liep helemaal niet naar mijn zin. Veel te weinig actie. Ik weet niet wat er allemaal keerde. Maar op een bruine. Nou, de moeite is toch niet voor niks geweest. Maar ik ga wel door naar een andere stek waar ik meer vertrouwen in heb. Vanmiddag ga ik alleen maar op hotspots vissen. Dus dat betekent veel kilometers rijden en weinig lopen. En ook weinig beelden helaas. Maar ja goed, je snapt wel waarom. Kom, we gaan naar het eerste water. Het heeft vannacht voor het eerst serieus gevroren. En nu is het prachtig weer. Heel zonnig. Redelijke temperatuur, graad of 5. Dus ik probeer het eerst maar even op ondiep water. Je weet maar nooit of ze erin getrokken zijn. Het is wel lastig vissen hier, want overal drijft riet van het maaien. Toch maar proberen. Ik ben op de tweede stek en hier ligt volop ijs. Ik heb net 1 keer ingegooid en ik had meteen een misser, dus dat belooft wel wat.
kwam net achter een stuk ijs vandaan. Achter het ijsplateautje, zeg maar. Hij is zelf ook ijskoud. Zo, hij is teruggezet. Koud is het. Vijf minuten later, op dezelfde chat uiteraard, een metertje of 20 uit de kant, dook er meteen op. Mooie vis, groter dan de vorige. Ik ga terugzetten. Dit is nummer 3 alweer. Ze zitten echt vlak bij elkaar. Ik wil 4 aanbeten en ik denk in 20 minuten tijd of zo. Het gaat echt lekker. Deze zag ik er achteraan zwemmen en hij pakte hem pas een meter voor de kant. Nou, hij mag terug. Op de vierde hotspot was het niks vandaag. Dus het blijft bij 3 snoeken vanmiddag en 1 misser. Ik ben tevreden, ik ga lekker naar huis. Overigens, als ik op een hotspot vis en ik vang meer dan 3 vissen, kom ik daar in hetzelfde seizoen nooit meer terug. Want ik wil niet 2 keer in 1 seizoen dezelfde vissen vangen. Veel leuker om ze een jaartje met rust te laten en dan volgend jaar kijken of ze gegroeid zijn.